Vorige week werden de drie finalisten van het Schagen Cabaret Festival bekendgemaakt. De finalisten Chris, Farbot en Frederik kregen afgelopen zaterdag coaching sessies in onder andere zang en toneel. Er was ook ruimte om nog wat aan de voorstelling te sleutelen. De finale vindt plaats op vrijdag 11 december in Cadans en wordt gepresenteerd door Jurgen Rijman. Je ziet hem eerst staan en je zegt, wij moeten praten. Ja. Dit en dat en zus en zo. Laten we dansen. Laten we dansen. En dat je ook zo begint, laten we dansen. Ja. Weet je wel, dat je die kan ook met z'n tweeën maken. Dat je, dus dansen. Jij denkt, een gemiddelde dans die ik doe met iemand is hier. Maar bij jou en dan is die, moet je maar rijken en rijken en rijken, dat is gewoon leuk, ja. Dat vind ik op zich wel prima. Gewoon even heel kort. Maar dat is het, meer wil ik ook niet. Ja, maar... omdat ik weet dat ik straks heel... Ik moet steeds lachen omdat ik het zo goed vind dat je zo goed weet wat je wilt. En dat je zo goed... Je hebt zo goed helder wat er moet gaan gebeuren. Dus is het oké. Helemaal. Ja, precies. Dus is het alleen maar nu even de goede vorm voor het beginnetje bedenken. Opa van de Lelystad, iPad onderwijs. Een aanvullend interview met Sylvie Meijs. Waar het wereldleven zingen op een trage wijze in een klein lied. Treuriger kan het niet. Reizen met de trein, een wildgerede pub. We komen in de zon met zijn ballen op de club. Dus ik zat te denken, kijk, de samen nummer is, dat neem ik het eigenlijk een beetje op de hak. Ik maak het een beetje belachelijk. Maar ik heb dus toen ik, en daar moet ik even over nadenken, het liedje wat ik nu heb, dat klopt misschien niet helemaal. Ik heb het ooit in het Engels geschreven en toen heb ik het wel in het Nederlands vertaald. Dat maar we misschien dat erbij, of ik zat te denken of ik moet dat coupletje van mijn opa wel gebruiken, want die loopt wel. Ja. Maar dan heb ik alleen een coupletje. Je kunt ook zeggen, de muziek is er al, de muziek komt, en ik kom pas als de muziek begint. Nee. Nee, oké. Okay. Nee. Oké. Okay. Ik zit echt te kloten met pedaal, want ik heb nooit goed met pedaal gespeeld. Precies, dat heb ik nu ook opgeschreven van, gebruik je nu pedaal? Want hij is nu heel okie-dokie, zeg maar. Ja. Hij gaat niet lekker in elkaar over, het is nu echt Vooral bij het rijken. Dus je moet echt rijken. Dus eerst je handen, daarna je tenen. Ja, precies. Eerst ben je nog beneden, dan heb je die arm. Ja, niet dan rijk je niet. En dan precies. Komt er nog een teentje bij. Ja. Komt net een vinger tekort. En dan komt het. Ja, ja. Als ik wakker word, dan zie ik jouw gezicht daar naast me liggen. Met de zon door het raam, je haar dat glanst. En ik denk ineens, God, waarom ben je niet meer bij me? Want jij, deze hè? Ja. Dat dacht ik al. Ben je niet meer bij me? Het kan wel, maar dat moet dan terugkomen of zo. Ja, en dat komt het niet meer. Je moet eigenlijk nog een coupletje bij. Ja, want je verwacht dat dit dan een soort van coupletje was. Dan komt dit akkoord en dan ga je een overgangetje. En dan verwacht je dat je weer terug zou gaan naar het begin. Ja. En dan verwacht je dat het A-gedeelte weer terugkomt en dan het B-gedeelte ook nog weer terugkomt. Ja, ik kan wel, dan moet ik gewoon niet want bij. Want nu heb je een soort van overgang die denkt, ja, dus als ik dan wel, dus als ik wel zo, God, waarom ben je niet meer bij me? Want jij. Schatje, dat is sarcastisch. Jij, jij bent het licht van mijn ziel en ik ga je missen als suiker in mijn koffie. Het mooie zou zijn als je in deze situatie misschien wel onder die arm, ik ben nou die mega bergen, even onderdoor zou. Even naar ons kan kijken. Sorry, moet even gebeuren. Weet je, dat idee. Of nou ja, alle commentaties die je hebt, dat je die probeert daar tussendoor kwijt te raken. Ik ga zelf geweldig! Ja!
Ik loop weg. Maar wat voor dingen, welke? Dus jij iets te veel dit. Ja, iets en te veel. Dat je denkt, ja, maar blijf je toch staan? Nee, ja. Nee. Ja. Ja. Daar heb je je vergist. Er staat nou geen eten. Dat zou je willen, hè? Dat zou je willen, maar dat is niet zo. Hij doet dus iets te veel. Yeah.